coached Ajax Amsterdam, number one in the Netherlands. I worked for Barcelona, number one in Spain. I've coached Bayern München, number one in Germany. In Manchester United. The fans are shouting every week, Louis van Gaal's army! The fans are very satisfied with Louis van Gaal, and my players are also satisfied with me. Is that how highly you rate the performance, yeah? Yeah, you don't. It's a stupid question. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Verhaal dacht ik naar Manchester United. En dat was al 10 of 11 jaar later als wat hij gezegd had. Maar dan zie ik toch ineens op zijn bureau allemaal A4'tjes liggen met opstellingen. En dan zeg ik, wat is dit nou? Het is wel iets wat we heel serieus moeten nemen, want het is een serieuze vorm van prostaatkanker. Nou ja, dat dacht ik al. Ja, en hoe... ja, ik had wel eens. Hoe is het nu met je, Louis? Ik moet zeggen dat ik me weer een stuk beter voel. De eerste 3 weken na de bestralingen waren echt groot drama. Na de bestralingen, dan heb je alle bijwerkingen die je maar kan bedenken, die ze opnoemen. Dus het libido is dan totaal verdwenen, Geert-Jan. Maar we gaan weer verder golven, Geert-Jan, want het wordt wel erg intiem. Hè? Geen krentenbol, want ik wil zelf ook een krentenbol van Truus. Kijk eens, lekkerder kan ik er uit. Nou, ik heb de verwachtingen zelf opgeschroefd, dus dat hoef ik niet meer te managen. Ik heb heel vaak gezegd dat deze groep een cadeautje is voor mij. Ik heb gezegd dat we een selectie hebben om wereldkampioen te kunnen worden.